Hoi allemaal. Ik heb er heel veel opgemaakt, dus vandaar dit filmpje. Dit heb ik in de maand mei, sorry, ik dacht dat bijna door april zeggen, opgemaakt. Er zitten ook wat huishoudelijke artikelen tussen en van alles, nagellak. Ik eerst met de beauty dingen die ik opgemaakt heb. Even doornemen en dan. Ja. Leg die bak even voor me neer. Op mijn schoot. Als eerste heb ik deze opgemaakt. Ik ga er zeker van dat doosje nog een. Ik heb als het goed is foto's gemaakt. Dus ik moet er nog een review over schrijven. Het is, ik vind het alleen jammer dat het uitwasbaar is en niet permanente kleur. Want ik vind het een heel fijn spul om haren te verven. En ja, ik heb hier niks aan toe te voegen. Het is onwijs lekker en het was goed om te gebruiken. Er zat ook dit zakje zat erbij. En ja, als het in de aanbieding is, zou ik het zo weer kopen. Alleen vind ik het jammer dat het uitwasbaar is en geen permanente krulling. Dus ja, de review komt er nog aan. En dan heb ik ook nog een stuk zeep opgemaakt. Want anders wij dan. En ja, ik heb zoveel stukken zeep dat ik nu maar even geen handzeep meer ga halen. Dus bij deze handzeep. Ik heb mijn gezichtsfoam opgemaakt. Vind ik wel heel erg jammer, maar ik vond hem wel onwijs fijn in het gebruik. Dus ik denk dat ik deze ga gebruiken en de DIY van Marcia ga doen over die gezichtsfoam zelf te maken. Dus ik vond het een heel fijn spul. En als het goed is die in de tuin te koop, dat weet ik niet zeker, maar ik geloof het wel. Dan moet je even kijken in de webshop of in de winkel zelf. Goedkoop is die niet, dus ik durf niet te zeggen hoe duur die is. Maar ik vond het onwijs heel fijn spul. Prikte ook niet in mijn ogen en ja, niks op aan te merken. Dus prima. Dan heb ik een petit shampoo op. Petit dry shampoo opgemaakt. Ja, deze was kokos. Luchtje. Dus ik ja, vind het onwijs lekker en ik zou zo de full size willen kopen. Dus, maar ik heb nog twee kleintjes en dan kan ik een groter gaan kopen. Nou heb ik wel hele andere merken gezien bij het kruidvat, dus die wil ik nog een keer proberen. Maar dan moet ik eerst even die kleintjes opmaken voordat ik een nieuwe ga kopen. Want anders zit ik gewoon met te veel dingen. Dan heb ik ook wat in de box zat. Nou weet ik niet welke dat was. Volgens mij was dat de Glossy Box nog. Of de Beauty Box. Een van de twee van die laatste boxen. De Tag Cream Energy. En de Veto Nachtcreme Energy. Ik vond het heel fijn. En ja, ik ga de potjes schoonmaken en altijd wel makkelijk voor onderweg of zo. Voor een handcremetje of oogcremetje. Dan hoef je tenminste niet met de grote spullen te slepen. Altijd wel handig. Dan heb ik ook een gezichtscare Wild Rose opgemaakt van Galimia. Het is. Ik kan het niet uitspreken. Het is een 5 ml is deze. Er zit nog een paar druppeltjes in. Ik vond het best heel fijn. Alleen mijn gezicht werd er steeds olier. Ja, ik heb al een hele olige voorhoofd en hier zo. Dus ja, het in principe gleed het er zo vanaf. Maar ja, voor de andere plekken die droog waren, daar heb ik het gebruikt en daar was het prima voor. Dan heb ik ook een voetcreme opgemaakt van Glossybox geloof ik.
één van de drie boxen. Ik weet het echt niet meer. En ik kom zo bij jullie terug, want mijn batterij is leeg. En ik ga nu even kijken, want volgens mij zit hij er gewoon in. Ik kom zo bij jullie terug. Hoi, ben ik weer. Stekkertje gevonden. Hij zat er dus niet in, maar goed. Ik was hier gebleven. Ik vond het best wel heel fijn spul en ik zou begon niet weten in welke box die zaten. Want ik had er drie gehad, de True Yours box, de Beauty box en de Glossy box. De True Yours box die had ik als eerste opgegeven, want ik vond hem gewoon niet meer leuk. En toen ben ik nog twee boxen gaan aanhouden, dat was de Beauty box en de Glossy box, wat nu de Pretty box is. En ik zou niet weten, maar ik vind het een heel fijn spul. En gaf ook een stukje koelte. Dus als ik hele warme voeten had, dan gebruikte ik deze. En ja, die vond ik gewoon helemaal prima, perfect. Niks op aan te merken. Alleen ik weet niet waar je hem kan kopen. Dus I don't know. Zoals je ziet heb ik nu ook een BB cream opgemaakt. Van Somay BB Cream Light 5-in-1. En er zat SPF 15 in, 50 milliliter. Het is haast. Het is gewoon. Ik vond het best heel fijn, alleen mijn gezicht begon wel heel erg te glimmen ervan. Dus ik heb hem wel opgemaakt, maar ik denk niet dat ik hem nog een keer zou kopen. Misschien dat het voor andere mensen wel heel erg fijn is, maar voor mij dus niet. Oké, die nu achter ziet lopen, of ziet zitten, daar. Dit is Jin. Zeg maar hallo Jin. Ja. Hey. Goed. Even gaan. Deze had ik dus opgemaakt. Vond ik best wel heel fijn. En ik heb hem gekocht. Waar had ik hem nou gekocht? Je kan hem bij de Big Bazaar krijgen, maar je kan hem ook bij de Action krijgen. Dus ga het even kijken. Dan heb ik ook een oogcream anti-wrinkle eye cream van Eveline Cosmetics. Ik vond een hele fijne oogcreme. Ik deed 's morgens en 's avonds. Het stond hier alleen overdag, maar ja. 'S avonds ging het ook prima, dus die heb ik opgemaakt. Ik vond het heel fijn, zat ook in een van die boxen. Dus ik zou bij God niet weten waar ik hem kan kopen en hoe duur de full size is. Maar ik vond het best wel een prima oogcream. Ik heb er nog een aantal liggen, dus prima. Heb ik ook een Gorse Velvet Touch Foundation Primer. Heb ik opgemaakt. Deze. Ja. Vond ik heel erg fijn. En bleef lang zitten. Dus prima spul. Ik heb nog heel veel primers. Dus zodoende even niet. En dan heb ik ook Venus scheermesjes opgemaakt. Ja. Holy Grail all time favorite mesjes. En ik krijg ook nog paar doosjes en dan als er weer een goede aanbieding is, dan ga ik ze weer halen. En anders hou ik ze meestal op de markt. Dan heb ik ze ook nog wel eens gezien. Dus moet je maar even kijken. Nou, dus deze conditioner die hoorde bij de doos van de haarkleur. Die vond ik ook prima, perfect. Niks op aan te merken. En dan heb ik ook Paris Memories topcoat opgemaakt. Echt helemaal op. Kijk. Een drupje. Nou, die krijg ik er echt krijg ik het niet op. Deze ook. Het is een nagelversterker of nagelverharder van Yves Rocher toen. En ja. Gewoon niks op aan te merken. En prima spul. Het is omdat ik nog zoveel heb, anders had ik gewoon een nieuwe besteld. Dus nu ben ik Manhattan aan het uitproberen. Dus ik moet zeggen dat me redelijk prima bevalt. Dus
Goed. De kat die er niet mee eens is. Hé, Jin? En dan heb ik, ga ik om verder te gaan, heb ik ook nog huishoudartikelen opgemaakt. Dus ja, daar ga ik gewoon mee verder. Mijn all-time favorite mondwater. Wat ik altijd perfect vind. Goed, prima. Niks op aan te merken. Lekker fris. Dus ja, je kunt het één keer per dag doen. Je kan het twee keer per dag doen. Dus ik doe het twee keer 's morgens en 's avonds. Prima spul. En dan heb ik ook nog een afwasmiddel van... Nou, moet ik even denken. Ik geloof... Van de Big Bazaar. En ja, prima spul. Niks op aan te merken voor 79 cent. Goeie afwasmiddel. Ik hecht daar geen waarde aan. Wat voor wasmiddel dan ook. Ja, Tref blijft nog altijd de beste. Maar ja, is niet altijd de goedkoopste. Dus bij deze heb ik deze opgemaakt. Ik vind hem prima, perfect. En ja... En dan hebben we ook Clay's Breeze opgemaakt voor de wc. Is lavendel. Ik ben best wel redelijk gek op bloemengeuren. Dus ja, roos, lavendel, alles wat geurt vind ik gewoon lekker. Dus die. Heb ik ook Formeel Black opgemaakt van de Lidl. Prima, niks op aan te merken als je een paar euro kan missen. Dan moet je het lekker halen. Ik ga het nu een keer een andere testen. Dus ja, prima spul. En niks op aan te merken. Ruikt lekker, was goed en prima. Alleen, ik vind de fles een beetje klein. Voor de waskrans. Deze heb ik ook altijd bij de Lidl en die vind ik prima, perfect. Gebruik ik overal voor wc, douche, was, keuken, kastjes, alles. Prima schoon, niks op aan te merken. En, dikke prima. En dan heb ik ook een W7 bleek opgemaakt, ook van de Lidl. Niks op aan te merken, prima. Dit is dennenappel, dennengeur. En... Het is nou net af en toe als je de wc in kan. Ik deed 's morgens eigenlijk deed mijn man het 's morgens en dan als we naar ons werk gaan dan deed hij het in de wc en dan ging de klep naar beneden en dan kon het de hele nacht intrekken. Dus ja, niks op aan te merken en wel uitkijken voor je kleding, want anders krijg je vlekken. Er zit nog een heel klein beetje in, maar ik krijg het er niet uit. En dan heb ik nog zo'n fles, dus eigenlijk twee van deze opgemaakt. Dus ja, ik vind ze perfect, ze zijn hartstikke lekker. En als ze in aanbieding niet zijn, zal ik ze zo weer halen. En anders gewoon nog goedkoop hoor. Is ook prima, die ruiken het lekker. We hebben nu twee van de Action. En eentje roosgeur en lavendelgeur. En niks op aan te merken, vind ik prima. Sorry dat ik even moet bukken. En een Dousie wasverzachter. Ja... Het is all-time favorite. Het is net bijna een robijntje. En ja. Wat heb ik er nog op te zeggen? Ja, dat er nog in zit. En dat ik de fles niet schoongemaakt heb. So be it. En, ja. Dit was mijn opgemaakt filmpje. Als jullie nog van een aantal dingen zeg maar in review willen zien. Dan hoor ik dat graag. Zo niet, dan houdt het op. Ik zou het super leuk vinden als jullie beneden daar ergens abonneren. En ja, ik zie jullie zo meteen weer. Want ik ga straks nog een filmpje opnemen. Want ik heb